Ik ben Kees van Dun. Wij hebben een loonbedrijf in de Noordoostpolder. Wij zitten op 4 vestigingen op het moment. Wij doen loonwerk voor veehouderij, akkerbouw, bollenteelt. We hebben een spuitbedrijf erbij. We doen mesthandel, dus eigenlijk alles wat in de Flevopolders, maar ook in de omstreken. Want evengoed zitten we wel in Overijssel en Drenthe met lelieteelt en zo, waar we de loonwerkzaamheden voor verzorgen. Dus wij werken met een 35 à 40 mensen, allemaal vaste mensen. We willen onze medewerkers de opleiding meegeven en dat we daardoor vakmanschap kunnen verzorgen. Om onze klanten nog meer te kunnen voorzien van service, hebben wij gemeend dat wij met GPS wat moesten doen. Dat is denk ik nu een jaar of 10, 12 geleden zijn we met Autofarm in contact gekomen. Nu heet het AgLeader. Ondertussen zijn er nogal wat modules bijgekomen en wij zijn nu met SmartSteer en met SmartBulb aan de gang. Dat SmartSteer, dat is een soort werktuigenbesturing. De trekker die rijdt dus op GPS en daarachter zit de machine. De machine volgt zijn eigen GPS-lijn en zodoende hebben wij onze afmetingen. Zoveel bedden kunnen wij precies op 1,50 leggen of op 1,80 of op 2,25. SmartBulb is dat de machine op de kopbakkenlijn automatisch inschakelt en ook automatisch uitschakelt. Dus dan heb je de kopbakkenlijn heb je altijd precies op één lijn liggen, wat eigenlijk iedereen wil. We zijn nu aan het planten, dus we gaan de koppeling met onze telmachine, de bollen die nu in de grond komen, proberen we te registreren en later via de PC uit te draaien en dat we dat kunnen verstrekken aan onze klanten. Dat ze precies weten, die aantallen zijn op die hectares gekomen, die soorten. En dat is een proefproces, daar zijn we dit jaar mee begonnen. Het product AgLeader, daar zijn we zeer tevreden over. Wij hebben een prima samenwerking met Homburg daarvoor. Wij hebben toch wel een rechtstreekse lijn of verbinding met de mensen van Homburg. Maar evengoed, glokmechanisatie is ons eerste aanspreekpunt. Als er problemen zijn, dan is het een telefoontje naar glokmechanisatie. En de volgende stap is een telefoontje naar Homburg. En die worden altijd binnen no time voor elkaar gemaakt.